acteur Nassreddine Char een gouden kalfon voor zijn rol in de film Rabat, maakte hij zichzelf en de vlammende speech in één klap beroemd. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed, ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Wat gaat er schuil achter deze woorden? Is het jeugdige trots? Rechtschapenheid? Een pleidooi voor de kunst? En is Nassreddine, als geboren Brabander met Marokkaans bloed, nog altijd op zoek naar wie hij is? Ik ben benieuwd. Wow. Hoi. Hoi. Heel fiet. Nassreddine. Hoi. Hoi. Welkom. Woe. Ja, dankjewel. Dankjewel, daar sta ik dan. Ja. Jeetje. Het is eigenlijk veel kleiner dan ik verwacht had. Ja? Ja. Oei. Ik kan het niet groter maken. Nee. Jeetje. Wil je wat drinken? Ja, graag. Zullen we, we moeten maar gelijk thee maken? Op jouw manier? Nou, dat is heel fijn. Dat is heel goed. Volgens mij was er wat. Let's do it. Weet je dat ik een theepot mee heb genomen? Oh, wat goed. Ja, ik heb een hele... Waarom? Nou, ik dacht, als we thee gaan maken moet het... Oh, maar hier heb je hem ook. Vet. Ja, maar neem vooral die jouwe. Dit is volgens mij komt zo... Nou, maar die van mij is wel echt huge. Dit komt bij de blokken vandaan. Dus, Nou, deze komt wel uit Marokko. Kijk. Kijk, wow. Ja, nee. Beste Marokkaanse thee die je maakt, daarin doe je dit. Het zijn dit soort korreltjes. Het is een combinatie, Marokkaanse thee, hoe ik het in ieder geval maak, is een combinatie van munt en van dit soort dingetjes. En wat is dat? Ja, het zijn hele droge, droge blaadjes. Okay. Maar als je daar dan water op doet, dan worden ze dan worden het kleine blaadjes. Maar dat is heel goed om erin te doen. Oké, let's make some tea. Nou, het was natuurlijk wel echt een gekkenhuis, hè? Na heel wat winnen van die kalf en wat ik gezegd heb en zo. Dus opeens eigenlijk heel medialand over mij en iedereen wilde wat van me. Maar als ik dat filmpje zie, denk ik steeds, jeetje, wat... Wauw, dat is er echt wel heel goed uitgekomen, gelukkig. En precies ook dat wat ik in mijn hoofd had of zo. En, als je die tekst nou neemt, van hoeveel procent zat er dan al... Je bent een acteur. Ja. Je had het in je hoofd van tevoren een beetje. Hoeveel procent zat er al een beetje vast in zinnetjes, in ideeën? Misschien 20%. Oké. Okay. En dat waren dan die drie dingetjes. Dromen en... overwinnen van je angsten en passie en liefde voor je vak. Die dingetjes. Ja. En daarbij wist ik natuurlijk wel wie ik wilde bedanken. Wat mij opvoed hier opkwam was dat je een soort... door dat zwarte pak en dat lange, strakke lijf wat je hebt... en de bewegingen die je maakt in de eerste passen op het podium... dat je een beetje een soort voetballer was. Een soort, zoals voetballers bij doelpunt. Dat je dit, die zwarte benen... dit zo, weet je. Ja, die duim. Dat was het. Dat is een voetbalbeweging. Het is toch ook, gewoon winnen. Dat is wat er gebeurde. Ja. Maar goed, toen heb ik dus gedaan en gezegd wat ik heb gezegd. En fijn natuurlijk dat eruit kwam. Dat is wat in mijn hart zat. En dat zeg ook heel veel... dat was ik echt helemaal. Dat is Nassreddine Char die iets wil zeggen. Ja. En dan vrijdag ben je eigenlijk nog niemand, tussen aanhalingstekens. En zaterdag kent heel Nederland opeens je naam. Nou, dat is bizar hoor. Ja. Dat is echt heel bizar. Maar heb je het, zoals je er nu bij zit, je zou denken we zijn eventjes verder. Je hebt erover na kunnen denken, je hebt het verwerkt, het gewone leven neemt weer zijn gang. Maar ik zie aan je hoofd dat het toch wel zoveel is geweest... Er is uitzonderlijk veel gebeurd in die minuten. En na de hand ook in de krant en in de pers. Of in op televisie, waar dan ook. Ja. Maar er is heel veel gebeurd in die... vanaf wanneer was want het? Die er... vrijdag en tot aan nu hoor. Want het gaat nog steeds gewoon door. Mm-hmm. Ja, maar er waren toch ook, veel... Wat ik lastig vond is... En dat had ik eigenlijk niet moeten doen, maar dat gaat gewoon vanzelf. Ik ging alles lezen. Alles. Op Twitter, op Facebook... Komsten. En daar raak ik wel een beetje van door de war. Ja. Een beetje heel erg. Nou, ik heb die eerste twee weken
Nou, daar heb ik echt totaal niet kunnen genieten van wat er nou gebeurd is. Van het winnen van die gouden kalf. Maar omdat de reacties omstreden waren, waren ze heel wisselend, toch? Nee, ze waren echt extreem. Zegt ook veel over deze tijd. Mm-hmm. Kijk, 99% was alleen maar liefde. En mensen zijn trots en hoopvol op Facebook. Alle berichten die ik gekregen heb, ja, dat is ongekend. Ja. Echt ongekend. Maar dat zijn je vrienden? Nee, gewoon mensen. Gewoon echt van jong tot oud, van alle kleuren, van alle afkomsten. Het is ongelooflijk. Als ik het heb over honderden berichten, dan doe ik echt niet overdrijven. Mm-hmm. Op Facebook, op mail, Twitter natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment, na 2 dagen, dan komen ook andere berichten. Van een andere hoek. Wat noem eens iets wat je echt tof? Ja, wat me echt trof, dat waren de berichten, de wat negatieve berichten vanuit de islamitische hoek. Wat wordt daarover gezegd dan? Nou, hoe durf ik mezelf een moslim te noemen bijvoorbeeld? Hoe durft deze jongen zich een moslim te noemen terwijl die acteert? Hoe durft deze jongen zich een moslim te noemen terwijl die voor de ogen van zijn ouders die vrouw kust? Ik wil dat degene die de prijs uitreikt, maar ja, die heb ik gekeurd. Gekeurd. Zou ik ook gedaan hebben trouwens. Bam. Ja, dus vanuit de islamitische hoek, wat ik heel heftig vond, want die zag ik echt niet aankomen. Wat ik wel zag aankomen is vanuit een soort rechtse hoek. En wat dan ook weer zo typisch is dat je dan ook weer leest van ja, die gast heeft die prijs alleen maar gewonnen omdat het politiek correct is. Dat vind ik zo erg. Dat vind ik zo verschrikkelijk erg. Want dan haal je gewoon. Ik probeer er niet aan te denken hoor, aan dat soort dingen. Want papa en mama die zeggen ook de hele tijd van jongen, waar het om gaat zijn de mensen die je lief hebt. En de mensen die jou lief hebben. En die zijn allemaal trots op je. En die weten waar je vandaan komt. En die weten hoe hard je gewerkt hebt. Maar door zo'n opmerking en dat dan zo op internet. En mensen lezen het en mensen reageren erop. En haal je iemand zo onderuit. En ik snap niet dat mensen dat kunnen of zo. Ik snap gewoon niet. Aan waar ze het lef vandaan halen. Mensen kennen me niet. Mensen weten niet wat voor stap ik heb gemaakt. Dat ik fucking 10 jaar bezig ben. Ook onderaan ben begonnen. En gewoon kaart hiervoor gewerkt heb. En dat ik godver ook wel wat kan. En ben ik blij mee dat ik dat eindelijk kan zeggen. Dat ik dat eindelijk durf te zeggen. Dit is wat ik kan en dit is wat ik het liefste doe. Het klinkt een beetje alsof de vrije winnaar toch een beetje geketend is geraakt daarna. Nee, want ik heb uiteindelijk. Kijk, ik heb natuurlijk wel best in een dip gezeten. Maar toen ik thuis was, ik heb me echt teruggetrokken. En ik liet het allemaal maar om me heen gebeuren. En naar mijn ouders gegaan, heb ik daar een paar dagen gejankt. Van blijdschap, maar ook van alle emoties en van alles wat ik heb gelezen. En toen zaten we op een gegeven moment s'avonds een date te doen. En naar het Marokkaanse journaal te kijken. Op de Zem, zo'n zender waar heel veel miljoenen mensen naar kijken. En opeens kwam daar een item over die Nederlands-Marokkaanse jongen die prijs wint. Ja, dat is echt. Daar kan ik nog steeds heel erg van ontroerd raken, zeg maar. Dat vond ik zo vet dat ik daar gewoon met mijn ouders zat en. Ja, in Marokko, allemaal telefoontjes uit Marokko en mensen blij. Nou. En daar gaat het om uiteindelijk. Maar waarom geeft dat dan een extra boost eigenlijk? Dat het gewoon real was, weet je. En als iets echt is, als iets echt vanuit je hart is, ja, dan bereik je iedereen. Want dan wordt het universeel en dan maakt het echt niet uit. Ja, mooi. Ja, is te gek. Natuurlijk, als dat lukt. Ja, en dat gebeurde. En, dat is het hoogste goed. Ja. Ja, toch? Ja. Zit hier een hoop vliegen? Ja, man. Ik ga niet kunnen slapen, hè, met al deze vliegen. Waar komen ze vandaan, echt? Weet je waar. Misschien is het gedaan om een beetje een mediterraan sfeertje op te roepen voor jou. Maar waar is de warmte dan? Ze vinden het een beetje koud nog. Ah, jammer. Daar zit het mooi in. Ja. Ja. Oh. Zo.
zonde, de vliegen. Sorry, vliegjes. Krijgen we straks die partijen achter ons aan. Hey, je huidige meisje is Nederlands, hè? Ja, het is kort Indonesisch. Oké, en heb je die ook in Steenberg leren kennen? Of ja. Nog, toen je daar nog woonde? Ja. En hoe lang zijn jullie nou bij elkaar? 10 jaar. Ja, 10,5 zit een jaartje tussen. Waarbij het uit is gegaan. Oké. Ja. En dat kwam? Dat kwam door mij. Ja. En dat is een heel goed jaar geweest, hoor. Heel moeilijk jaar. Dat was het eigenlijk ook het jaar waarbij we Rabat draaiden. Dus het is echt nog best wel vers, voorgaan. Maar het heeft me heel veel inzichten gegeven. Ik ben mezelf beter gaan leren kennen. Het heeft me sterker gemaakt. En het belangrijkste, het heeft me laten inzien dat zij toch echt wel de liefde van mijn leven is. Het grappige is dat ik in die periode, toen ik het uitmaakte, die eerste paar maanden, dacht ik, wauw, dit is echt een goede keuze geweest. Ik ben echt last van mijn schouder. Vrijgezel, lekker leven, vrouwen, mooi, leuk. 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden. 5e maand, vergeet ik nooit meer, was ik aan het schoonmaken thuis. En ineens klapte er iets. Binnen in mij. Ik begon me te shaken en te doen. Huilen. Aan één stuk door. Huilen, huilen, huilen. Mijn vrienden bellen. Ik weet niet wat er met me gebeurt. En ik weet niet. Ik wist niet meer wie ik was. Opeens het besef. Dat je in de spiegel kijkt en denkt. Oh, wacht even hoor. Maar. Ja, sorry, maar je bent een dertiger en je kijkt in de spiegel en je weet niet wie je bent. Nee, ja. Wat heb je dan daarvoor gedaan? Nou ja, ik was natuurlijk 10 jaar lang met iemand. En nu was ik alleen. En dat besef kwam toen. Ik kan het helemaal niet alleen. Maar en nu? En nu? Wat moet ik nu? Nou ja, die gedachtes. En dan krijg ik natuurlijk weer te maken met alle doemscenario's. En daar heb ik natuurlijk ook last van. Dat ik het niet kan en dat ik... Dat je dan last krijgt van hartkloppingen en gedachten in je hoofd. En dat je denkt, oh jee, er is iets met mijn lijf. Ik moet naar de dokter. Nou, dat was het eerste wat ik deed, naar de dokter. En de dokter die belde de psycholoog. Toen kon ik direct bij de psycholoog terecht. En wat haalde hij naar boven? Wat hij naar boven hield was iets waar ik al heel lang last van heb. En dat zijn de angsten. Het doemdenken. Altijd maar doemdenken. In alles, hè. En de psycholoog liet mij inzien dat die gedachten allemaal voortkomen uit irrationele gedachten. Dat irrationele gedachten zijn. Dat dat niet waar is. En dat moet je leren. Die moet je leren te zien, die gedachten. Ja. Heb je lang bij de psycholoog gelopen? Of? Nou, ik heb kort, maar heel intensief. Ah. Echt, dat ik dat moest, want ik... Want begon ik ook gewoon te zeggen van, ik kan het niet, dat Rabat, die film een maand lang. Ik kan het niet, buitenland, dan ga ik alleen maar denken dat ik terug wil en ga me niet kunnen focussen. Ik ga heel het project, ga ik de grond in, het gaat gewoon mislukken door mij. Zo allemaal. Toen kwam het moment, tijdens het draaien, na 2 weken, zat ik met Ahmed en Marwan in de auto. Met mijn collega's, tegenspelers. Ja. Ahmed Ray. Marwan naast Achie, ik achterin. Ik zat in te piekeren en te doen over mijn lijn, personage, over de film. En toen draaide Marwan zich naar me om en zei... Gast, wat ben je aan het doen, man? Ik zei, wat ben je aan het doen? Ik ben gewoon bezig met de film. Hij zei, nee, man, je bent echt verkeerd bezig. Kijk nou eens om je heen. Kijk eens waar we zijn. We zijn in Spanje. De zon schijnt, het is 30 graden. We zitten hier met onze beste vrienden, zijn we een film aan het maken. Je bent heerlijk aan het spelen. We zijn een droom aan het verwezenlijken en jij zit alleen maar zo. Hou ermee op, man. Geniet van dit moment. Geniet van dit moment. Pff, een hele simpele woorden, maar zo belangrijk. Oh.
Dat hoor hij. Het is met name ook lekker met mayonaise erbij, vind ik toch. Beetje vettig, hè? Ja. Dus ik ben wees. Ja. Heel gek is dat. Hoe oud zijn jouw ouders? Mijn vader wordt 70. Mm-hmm. En mijn moeder is 60. Oké. Wat gek, daar denk ik ook wel veel aan, hoor. Hoe is het gegaan zonder hun? Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Jij hebt echt... jij hebt heel intensief met je ouders geleefd. Ja. Dat je op je 34ste, na alle consternatie rond het gouden kalf, besluit om 3 dagen bij je ouders te zijn op je 34ste, is best wel bijzonder. Ja. Ja, die band heb ik met mijn ouders. Echt, dat is mijn broer echt totaal niet. Maar ik wel. Ik ben wat dat betreft echt een familieman. In het Arabisch er is een liedje. Salah, din ul haql walidin. Salah is bidden, din is geloof. En haql walidin is het recht van je ouders, zeg maar. Die dingen. Zo belangrijk. Je ouders staat in mijn ogen, in mijn leven, mijn ouders staan op nummer 1. En dat verandert op het moment dat je zelf kindjes krijgt. Wat denk je? Dat weet ik. Hm? Ja, dat weet ik echt zeker. Half 2, denk ik. Anderhalf uur pas. Wauw, dat zou wat zijn, hè? 2:15, hooguit. Heb je ook gewoon spelletjes? Sterf van spelletjes daar, ja. Heb je kaarten hier? Ja, er zal vast wel een spel kaarten liggen. Kan toch niet anders? Ja, zie je? Kaarten. Ik ga een trucje doen. Ik ben echt de slechtste tovenaar ever, maar ik ga het wel doen. Hoezo heb je hier blauw? Dat is vreemd. Zit door elkaar. Oké, ik doe dit zo en jij moet er eentje onthouden. Ja, heb ik nu al gedaan. Nee, ja. Ja, ik zag schoppen 8. Dan heb ik het tegen mijn hoofd. Nog eentje gezien? Nee, nog een keer. Jeetje. Ah, wacht even. Dan heb ik hem niet goed vast. Hè? Ja, ik heb een. Nu heb ik er. Nee, wacht! Wat is er nou? Ik heb al 4 keer een kaart gezien. Ik ben niet blind. Zo slecht. Tovenaar ben ik. Heb je er eentje? Ja. Weet je zeker? Ja. Oké. Okay. Hou hem in je hoofd. Hou hem in je hoofd, hè? Ja. Dan ga ik proberen in je hoofd te kijken. Ga ik kijken of dat de. Ga ik eerst eventjes kijken of dat die... Is dit hem? Echt niet? Pak, hou je vast. Niet kijken, hè? Nee. Leg op tafel. Leg op tafel met je hand erop. Oké, dan moet je denken aan de kaart. Aan deze kaart? Nee, aan de kaart die je onthouden hebt. Ja, die ik overigens net daar nog een keer zag, maar... Heb je hem al gezien? Ik heb hem daar gezien. Echt? Hij is er. Wat was hem dan? Nee, zeg ik niet. Ja, zeg hem mis. Waarom? Ja, dan moet ik deze kaart beet houden, dat is hem niet. Nee, moet mijn hand op gaan houden, moet ik mijn kaart gaan noemen. Wat is dit voor een. Wat ben je voor een clown? Zie je, schoppen 7. Fuck, kijk eens dan. Snap je? Ja, bam! Bam, bam, bam! Ja, Marokko. Vaderland. Toch als ik daar ben ik ook gewoon een buitenlander, hoor. Dat is ook zo gek. Ah, Brani. Zeg het dan. Wat denk je dan? Buitenlander, letterlijk. Zien ze gelijk aan alles? Ja, gelijk. Maar werkt het niet zo dat toch de roots en de bloedgang die je hebt, die Marokkaans is, zou ik maar zeggen, je ouders die Marokko geboren zijn, dat je toch thuis komt? Of kom jij eerder thuis in Steenbergen dan in Marokko? Ja. Ja? Ja. Ja.
voor mij is thuiskomen is gewoon Nederland. Nederland is mijn thuis. In Marokko hebben we een huis. En dat is iets, als ik daar ben, dan voel ik aan alles dat hier mijn roots liggen. Dat is wel echt, hè. Mijn ouders, als zij in Marokko zijn, daar, bij hen zie ik echt een totale switch. Vind ik ook heel mooi om te zien. Maar krijgen ze flair of zo? Of wat is er? Nou, dat is iets extra's. Zij zijn wel thuis. Hoe dan ook al wonen ze hier al 40 jaar. Als zij naar Marokko gaan, dan zijn ze thuis. En dat voel je. Nou. Nou, het is misschien een grote stap, hoor. Maar kun je inleven in mensen die, zeg maar, die eerste generaties zagen komen en de latere generaties hier zijn aangekomen of opgroeien? Dat ze zeiden, ja, wacht eens eventjes, dit is ons land. Hebben wij opgebouwd, man. Wat kom je hier eigenlijk doen? Nou ja, ze zijn natuurlijk niet voor niks gekomen. Ze komen niet zomaar. Ze zijn natuurlijk gekomen omdat er werken, omdat ze nodig waren. Ze werden niet voor niks met open armen ontvangen. Kom werken, alsjeblieft. We hebben jullie nodig. Dus maar los daarvan, hè, er zijn best wel veel mensen die, zeg maar, nu PVV stemmen. Ja. Dat zijn natuurlijk nooit allemaal racisten, denk ik. Of denk jij dat wel? Nee, geloof ik ook niet. Maar het zijn mensen die misschien dit gevoel hebben. Ja. Hè? Nederland voor de Nederlanders, dat soort. Ik weet niet of zij letterlijk zo die uitspraken hebben. Zie je, Rutte heeft het zelfs gezegd. Ja, precies. Nederland ja. Teruggeven aan de Nederlanders. Ja. Ja. Hoe ervaar jij dat? Ja, heel moeilijk. Dat vond ik een hele foute opmerking van onze minister-president. Want aan de ene kant kun je zeggen van ja, maar je bent toch ook gewoon in Nederland. Ja. Maar waarom zou je dan, wat zeg je dan? Wat zeg je met die zin? Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Als ik Nederlander ben. Nou, je zou zeggen dat je je niet aangesproken hoeft te voelen. Precies. Maar waar voel ik me wel aangesproken? Ja, dan geef het antwoord maar. Omdat ik niet word aangezien als Nederlander. Wat ik ook doe. Je hebt een fucking gouden kalf in je hand. Ja, maar als ik over straat loop. Wat wordt er dan gezegd? Eerst de beste aan wie ik vraag van, hoe zie je mij? Gaat die persoon zeggen, oh, gewoon een Nederlander? Nee. Ik weet zeker dat hij zegt in allochtoon. Je bent een allochtoon. Dat. Ja, of een Marokkaan. Of een Marokkaan. Of een Turk. Ja. En als je dan de minister-president hoort zeggen, we gaan Nederland weer teruggeven aan de Nederlanders. Dat wat doe je daarmee? Als achtjarige jongen heb ik op mijn achterdeur iemand. Heb ik op mijn achterdeur gezien dat er iemand op mijn achterdeur heeft geschreven: vieze stinkturken, ga terug naar je eigen land. Mensen hebben ons nog nooit gezien als Nederlanders. En dat zal nog heel lang duren voordat het gebeurt. En blijkbaar ben ik überhaupt de eerste die dat heeft gezegd, zo open en bloot. En daar is weet ik hoeveel mensen. Er zijn weet ik hoeveel mensen overheen gevallen. Maar als een man. Als meneer Rutte zoiets zegt, terwijl in de maatschappij er hele andere dingen aan de hand zijn. Als je de krant openklapt, hele andere dingen geschreven zijn. Als er wordt gewerkt met die hokjespolitiek. Maar wat is er eigenlijk op tegen dat ik in jou in eerste instantie een Marokkaan zie? Wat is daar eigenlijk op tegen? Ja, niet zoveel, behalve dan dat er bij heel veel mensen een vieze, dat heel veel mensen een vieze smaak krijgen bij dat woord. Ik had serieus de angst dat toen Pim Fortuyn werd vermoord, het eerste wat ik dacht, en met mij volgens mij heel veel mensen, als het maar geen Marokkaan is, of als het maar geen iemand is met een als het maar geen moslim is, of als het maar geen. Het is toch verschrikkelijk om dat te denken? Dat betekent toch dat er iets aan de hand is? Nee, ik zal niet ontkennen dat er veel aan de hand is en dat er ook spanning is. Natuurlijk. Ik vind het een moeilijk onderwerp. Ik merk ook dat ik een beetje bozig van word of zo. Ja. Maar dat komt ook omdat ik weet dat ik me niet goed kan
verwoorden. Ik weet niet zo goed. Je verwoordt dat wel heel goed. Ja, dat, ik weet niet of dat, kan, of dat zo is. Ik denk dat je boosheid voortkomt uit dat je toch onrecht bespeurt in Nederland. Ik bespeur onrecht in mensen in hokjes stoppen. Ik bespeur onrecht in woorden als autochtoon, allochtoon. Als ik een allochtoon ben, waar ben ik dan autochtoon? Wat is dan mijn plek? Ja. Ik wil ook gewoon autochtoon zijn in Nederland. Ja. Zou het kunnen zijn dat zeg maar waar wij nu over praten, dat het iets is wat over 30, 40 jaar echt anders is geworden? Of denk je dat het echt een strijd wordt? Wat schat jij in? Nou, je moet je wel voorstellen, ik heb echt twee opposites, heb ik aan de lijve ondervonden. Dus wat ik heb gelezen over waar Nasreddin Tjaar heel vaak in voorkwam. Echt rechts en links. Wat dat betreft. Supporters en tegenstanders. Ik verwacht dat het nog wel naar een soort clash zal gaan. Ja, ik verwacht dat dat nog gaat komen. En een clash, niet zozeer in de vorm van een burgeroorlog of zo. Maar dat... Wel. Nou, ik hoop dat politiek daar vooral... Zich vooral mee bezig gaat houden. En, ben je gewapend? Gewapend met liefde. Dat is jouw sterkste wapen? Ja. Dat ik me... Hoe het ook aan me knaagt en hoe het ook aan me... Wat het ook met me doet, al die soort dilemma's en gedachten over het opgroeien in Nederland, over leven hier. Uiteindelijk, wat bij mij gewoon overblijft, is de liefde. Daar kom je het verst mee. Ja. En de hoop. Ik ben echt wel hoopvol, hoor. Je zit een beetje in de lijn van Jezus Christus en Martin Luther King eigenlijk. En dan krijg je al snel Nasreddin Tjaar. Nieuwe Martin Luther King. I had a dream. Dromen. Ik zie het niet pas. God. Het allemaal bedacht, jongen. Ja. Je hebt Martin Luther King gewoon gejat. Niet zo hard zeggen, joh. De camera staat aan. Je hebt gewoon zijn biografie gelezen en toen ben je gaan speechen. Ga je weer thee maken? Nee, eventjes dit weggooien. Zo je weg. Oké. Okay. Ja, een beetje opruimen misschien. Hè? Kijk, zie je? Die korreltjes, dat worden dan dit soort dingetjes. Echt, uiteindelijk wordt het zo groot? Ja. Oké. Okay. Godverdomme, ik had me wel ingenomen om niet te veel in die politieke discussie te raken, maar is dan toch wel weer gebeurd, hè? Dat geeft niet. Hart op de tong. Ook een keer meegemaakt met een dame die ik tegenkwam op station. Ik heb het ook heel vaak, dat mensen gewoon beginnen te praten. Ja, ja. Dat is nog een oudere dame, wat dat betreft, en die begon allemaal vertellen over een man die was overleden en wat ze nu zelf moet doen. En zij gaat de trein in, ik ga ook de trein in en ik ga een beetje vlakbij haar zitten, gewoon in de buurt. En ik zie haar soort zoeken naar iets. En ik zeg tegen haar, wat is er aan de hand? Dus ja, ik zoek mijn geld. Was ze 50 euro kwijtgeraakt, blijkbaar. Komt de conducteur precies op dat moment en ze zegt tegen de conducteur, zegt ze, hij heeft mijn geld. Ik weet het zeker. Over jou? Ja, hij heeft mijn geld. Nou, we krijgen gewoon helemaal niet. Ja. Volgende halte, eruit, met die vrouw, met de conducteur. En die zegt tegen me, hey, ik moet je toch even fouilleren of zo, of iets dergelijks. Ja. Kom nou, dat ga je echt niet doen. Je gaat me niet fouilleren. Ik geef mijn portemonnee, alsjeblieft, check maar of dat geld in zit. Hier, mijn broekzakken, alles. Niks aan het handje. Nou, niks. Hij tegen die mevrouw zeggen, sorry mevrouw, deze jongen heeft het echt niet. Volgens mij bent u een beetje in de war, maar hij heeft het echt niet. Maar ik weer de trein in, die vrouw ook, gaat tegenover me zitten. Ik was woest. Ik dacht ook, hoe durf je? Zijn weer verder zoeken. Zoeken. En op een gegeven moment, pats, vindt ze hem ergens in een zijzakje. 50 euro. Wat doet ze? Biedt ze me aan. Ze zegt, hier, alsjeblieft. Omdat het was niet fijn wat er is gebeurd en het spijt me. Alsjeblieft. Mooi gebaar.
Niet aangenomen. Wat zou je doen? Pak dat geld. Zou je dat aanpakken? Nee, deze... Kijk, deze situatie wordt het belangrijker hoe je eruit komt dan dat je geld op zak krijgt. Snap je? Het is interessant. Je kunt beter met stijl dan uit die trein stappen en zeggen van... Ik had gelijk, zij heeft mij bedrogen, maar ik heb ook nog de waardigheid gehad om die 15 te weigeren. Ik zou het weigeren. Dan ben ik wel benieuwd wat jij gedaan. Je hebt er neergeschoten. Je hebt de portemonnee weggeroofd, je hebt er neergeschoten. Nee, ik weet het niet. En je hebt tegen de conducteur gezegd, ze heeft net zelfmoord gepleegd. Dat heb jij gedaan. Nee, ik weet het niet meer, want toen ging ik me wekken en toen moest ik opstaan om mijn werk te gaan. Wat een lul ben jij, hè? Hij vindt het zelf nog leuker als hij in de zakken was. Met echt een kut Marokkaan, echt waar. De ergste die ik ken. Landtijd. Als ik zo bedrogen word door iemand, mag die echt het land uit. Dat is wel 2-0, hè? Eerst kaarttruc, nu dit. Ja, die kaarttruc, dat vind ik een... Dat nee, ik had je best wel te pakken, ja, met die kaarttruc. Oké. Okay. Ja. Nee, maar ik wist niet dat jij op een wedstrijd uit was. Maar uiteindelijk is alles een wedstrijd. Het is goed dat je het zegt. Ik heb nog alle tijd, joh. Ik ga mijn puntjes pakken. Oh jee, waar ben ik aan begonnen? Nu moet ik heel waakzaam zijn, zeker? Ja, nu moet je echt op gaan passen. Ja. Hoeveel? 67. Wel vet. Wel goed. Gewoon niet 50 gehaald. Wauw. Heb jij blauwe ge... Ja, hè? Wat is dat? Ik weet niet. Heb je iets beter gehad van het vuur zoals hier of zo? Geen idee. Weet je wat ik vroeger gelijk had gedacht? Had ik gelijk gedacht. Zal er niks ernstig zijn? Dit? Zal er niks gevaarlijk zijn of zo? Een soort enge ziekte? Echt? Ja? Ja. Vroeger. Gaat nu wel, hè? Gaat nu ook door mijn hoofd. Maar nu zie ik het als irrationeel. Ja. Als onzin. Dus gewoon weet ik wat het is. Maar vroeger, wat was er vroeger dan? Nou ja. Bij het minst geringste denk ik aan enge ziektes. Of zo, als ik iets heb. Ik iets voel. Ik heb ooit eens een keer... Was ik zo een beetje met mezelf bezig. Toen dacht ik, hè? Wat voel ik hier? Het was een soort bobbel. Ja, zo'n soort vetbultje, weet ik wat. Ja. Om je huid zo'n beetje heen en weer kan. Precies. Ja. Eén keer raden wat ik aan dacht. Kanker? Tumor. Ja. Ik ben een dokter. Ik heb iets vreselijks. Zo erg. En, maar dat gewoon hypochonder dus? Ja. En dat heb je vanaf wanneer heb je dat? Nou, eigenlijk al wel vanaf kleins af aan. Ja. En dan is het zelfs zo dat ik naar een dokter kan gaan en die me dan zegt van, niks aan de hand. Maar dan nog kan ik dan denken van, nee, deze meneer heeft het gewoon verkeerd gezien. Maar dan ben ik dan pas tevreden als ik een bloedtest heb gedaan. En als alles goed dat is. Dat heb ik wel eens gedaan dan? Oh, heel vaak. Echt waar? Ik doe jaarlijks, misschien wel 2 keer. Want je hebt nu nog steeds al die dingen in je hoofd haalt, echt waar? Ja. Wat is van het afgelopen jaar, want heb je allemaal gehad? Afgelopen jaar heb ik prostaatkanker gehad. Ja. Ja. Heb je altijd een angstig inborst gehad? Ja. Ik ben heel bang, ik ben altijd wel banger geweest, hè. Het gaat dan zo, in fases, in periodes. Maar ja, uiteindelijk. Het zit gewoon allemaal. Ja, je bent, aan de andere kant ben je wel, zeg maar, met je spel, hè, wat je doet. Hè, als je op toneel staat, of in mindere mate misschien bij de film, ben je toch een soort waaghals. Ja, zeker. Hè, bedoel, andere mensen zouden al die dingen die jij voelt, die zouden zij krijgen als ze op toneel stonden. Ja. En daar heb jij waarschijnlijk niks.
Daar kan ik op toneel afroppen. Kan ik alles van me afzetten. Toneel is, is een plek waar die gedachten gewoon niet bestaan. Omdat ik dan gewoon in een ander verhaal zit. Ja. Dan ben ik gewoon de acteur en dan kan ik genieten van het publiek wat daar zit. En genieten van het verhaal wat ik aan het vertellen ben, de rol die ik aan het spelen ben. En dan kan ik even alles vergeten. Dat is wat er op toneel is gebeurd met me. Misschien is dat ook de reden waarom ik het ook zo heerlijk vind. Kan ik gewoon mezelf even vergeten. Gewoon mijn eigen gedachten en zo. Ja. Ik denk dat een van de meest bangige perioden, waar ik echt heel bang was, was de periode waarbij een vriend van me overleed. Toen was ik heel bang voor echt alles. Wat was er gebeurd dan? Ik was 19. En die jongen was 17. En die is geschept door een auto van achter. En één klap weg. Ja. Dat gevoel kan ik nog helemaal voelen. Wetende dat die jongen er niet meer is. Hij woonde echt twee straten van mij vandaan. Ook de periode dat hij opgebaard lag thuis. Dat was ook de enige keer dat ik een dood iemand heb gezien. Dat was hij. Dat was hij, oké. Ja. En? En dat weet ik nog wel, dat het... volgens mij heeft hij 3 dagen opgebaard gelegen bij zijn ouders. Volgens mij kom ik echt pas de laatste dag. Gewoon, het was er nu of nooit. Zo erg dat zelfs die ouders naar mij zijn gekomen. Ik was daar, maar ik kon gewoon niet naar binnen. Nee. Ik zat gewoon op de stoep te huilen. Maar zei ze, kom nou. Ja, kom nou joh, kom nou. Ja. Toen ging ik. Toen ging ik met mijn broer en mijn zusje. Mijn broer voorop. Mijn zusje achter me. We komen aan waar die lag. En mijn broer die pakt zijn teen. Zijn grote teen doet hij zo. En ik heb denk ik 1 seconde naar hem gekeken. Oh ja? Zo ja. Kort maar. Zo tak tak. Ja. Maar ik weet nog helemaal hoe hij eruit zag. Maar ik was heel, heel bang. Maar waarvoor ben je dan bang? Wat om dood te gaan. Om dood te gaan? Ja. Dat wilde ik niet. En dat is eigenlijk steeds de... Als je alles is terug te leiden op dat je bang bent om dood te gaan. Al die angsten die je hebt. Misschien. Hypochondrie, angst voor... Ja. Sowieso angstig. Dat is allemaal bang om dood te gaan. Ja. Ja. Als je nou dood zou zijn. Nu, vandaag. Ja. En je kan er nu over spreken. Wat zou je dan zeggen? Goh man, dan heb ik echt nog een aantal dingen echt niet gedaan. Wat zou dat dan zijn? Kinderen. Oké, ik dacht je komt met film of weet ik wat. Maar nee. Kinderen. Ja. Je wilt leven doorgeven. Ja. Oh, ik wil niks liever dan een kindje. Heeft het ook te maken met het feit dat je zelf zo'n intense band met je ouders hebt gehad. En weet dat daar ook je kracht zit. Dat je het nu ook weer zo door wilt geven of zo. Hoe moet dat zien? Ja, het heeft ook wel... Heeft eigenlijk ook wel te maken met een soort angst. Angst dat ik zeg maar kinderen krijg als mijn ouders er niet meer zijn. Snap je dat? Terwijl ik hoop nog heel erg kinderen te krijgen terwijl zij er nog zijn. Je wil gewoon dat jouw moeder jouw kind nog beet heeft. Ja. Ja. Kun je je voorstellen dat ik heel vaak geweigerd ben? Kun je dat voorstellen na vandaag? Zeg maar. Geweigerd wat? Geweigerd een club en vroeger. Kijk, nu ben ik gewoon een BN'er, dus ik sta gewoon op de gastlijst. Ja, zo gaat het dan. Die Marokkanen bij die geweigerd worden, die hebben natuurlijk gewoon allemaal die gymschoenen. Ja, ja dat is had ik ook. Ja. Of die ik altijd kreeg was
Nee, het is een besloten feestje, sorry. Ah oh, ja. Besloten. Komt er zelf op iemand binnen. En die mensen dan, ja. Die hebben een pasje. Oh, je moet een, okay, je moet een pasje hebben. Maar waar kan ik een pasje halen dan? Ja, die moet je aanvragen, dan moet je maandag terugkomen. Ja, ja. Echt drie smoes achter elkaar. Ja. Ben je boos? Hè? Kon je agressief worden op dat soort dingen? Lijkt mij wel, toch? Nee, ik werd nooit agressief. Nee? Over het algemeen kon ik er vooral om lachen. Want wat zou ik moeten doen? Kijk hoe ik eruit zie. Alsof ik sterk genoeg ben om mensen in elkaar te trimmen binnen. Ja, nu kan wel boos worden volgens mij. Lijkt me echt gaaf om een keer iemand te spelen. Iemand helemaal kapot slaat, zeg maar. Zo iemand. Die totaal geen genade heeft. Gewoon no mercy. Bam, 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 bam. En door. Verdiende loon. Zou het je moeite kosten om je in te leven in die rol? Want je bent zelf echt heel anders. Of maakt dat niet uit? Nou, ik zou wel gaan onderzoeken waar zoiets vandaan komt. Hoe kun je iemand, terwijl je weet dat je baas bent over die persoon, je weet dat je sterker bent, maar toch nog 5 keer doorslaan. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Wordt het dan zwart voor je ogen? Of ben je bewust bezig iemand te vernietigen als het ware? Wat is dat? En waarom krijg je geen gevoel van medelijden? Of, jij bent, dat is ook heel mooi aan jou hoor. Dat meen ik echt serieus, zonder cynisme. Maar jij strijdt echt voor liefde. Liefde is jouw wapen, zeg jij. Je strijdt voor liefde. Maar de realiteit is dat er gewoon heel veel mensen ook kwaad in zich hebben. Ook een zwarte kant in zich hebben. En die gebruiken ze ook. Sommige mensen gebruiken dat in de politiek. Sommige mensen gebruiken dat in het bedrijfsleven. En sommige mensen gebruiken het op straat. Maar denk je niet dat die mensen zichzelf ooit wel weer een keer tegenkomen? Ja, net zo goed. Ik denk net zo goed als lieve mensen. Jij gaat jezelf ook nog een paar keer tegenkomen. Als lieve jongen. Dat je denkt, ja wacht even. Ik kom hier even niet mee weg. Ik denk in die dingen denk ik. Zou je kunnen moorden? Zou er iets kunnen zijn waardoor je denkt, ja, nou, maakt me ook niet meer uit ook. Goeie vraag hoor. Zal ik je boos maken? Zal ik eens kijken of ik wat kan vinden voor je? Wat bedoel je? Zal ik eens een voorbeeld verzinnen waardoor jij misschien denkt, ja, daar zou ik misschien. Nou ja, ik denk gelijk aan mijn ouders, ja, natuurlijk. Als ik jouw vader wat aandoe. Dan krijg je te maken met die jongen dan krijg je te maken met die explosie, denk ja, ik. Ja, een waas voor je ogen. Ja. Wil je gelijk thee of niet? Ja. Moet je nog even een oefeningetje doen? Ja, kom maar. 36, 37, 38, 9, en blijf liggen, helemaal liggen, ja. Liggen. En nu kan je omhoog komen van de grond af aan. 1, nog 10 dus. Helemaal vanaf de grond af aan. 2. En 3. Kom op. 4. Kom op. 5. Kom op, hoger die knieën. Juist. Kom op. Hoger, hoger. Ja, jongen. Hoger dat tempo. Hoger, kom op. 21, 22, 23, nog 5 bij, sir. Nee, 25, kom op, 25, kom op, doorzetten jij, 25, nog 5, nog 5, kom op, nog 5. 1, kom op, 2, 3, kom op, nog 2, 4, en 5. Gesloopt? Oké. Okay.
Dankjewel. Ik doe het dan ook gewoon. Het is wel dat ik kan dingen niet half doen. Zo. En dat is ook mijn instelling in werk. Gewoon als ik ergens aan begin, dan bam. Je stelt jezelf altijd hoge eisen. Ja, weet je in ieder geval van jezelf dat je alles gegeven hebt. Kun je jezelf nooit kwalijk nemen van, had ik maar iets meer mijn best gedaan. Of had ik maar... Ja. Beschouw jij zeg maar je werk en je leven echt als een soort lange zoektocht naar wie je bent eigenlijk? Ja. En misschien blijf ik wel altijd zoeken. Misschien is dat ook wel de kracht van mijn bestaan, juist door het zoeken. Inzicht te krijgen en inspiratie. Het zou wel zijn als ik het al wist, dan zou ik het volgens mij heel saai vinden. Hm. Juist doordat ik het niet weet, blijft mijn leven verrassend ofzo. Ja, ik wil eruit! Ja. Ik wil eruit! Kom op nou! Laat het niet in de steek! Ik heb denk ik 3 keer gewonnen. Het is echt 3-0, volgens mij. Toch? Heb jij met iets gewonnen? Godverdomme. Ik kan niet springen. Oké! Houd gek. Baal toch een beetje dat je net won. Dat is een beetje jammer. Daar gaat hij weer. De wereldreiziger. Die tas zie mij. Ja. Hey jongen. Heb het goed. Hè? Ja, ook. Even kijken. Oké. Hoi. Somebody too.